Almelo, dus Brownies & Donuts begonnen. En ik ben eigenlijk 7 jaar doe ik, de laatste 7 jaar doe ik vrijwilligerswerk. Daarvoor ben ik ondernemer geweest in Frieseveen bij een verpakkingsdrukkerij. En ja, ik ben voorgenomen alleen om sociale dingen te doen. En dat is dit dan natuurlijk wel. Het is wel erg sociaal om met zulke mensen te mogen werken. En een feest, vooral een feest. Ik ben Jos Oosten. Ik woon in Frieseveen op mezelf. Ik werk hier. En wat zijn hier je werkzaamheden, Joyce? Zorg ze eerst op eerst het bestek, dan in de keuken, daarna pauze en daarna gaan we even overleggen. We hebben natuurlijk de laatste week al een beetje proef gedraaid en aan mijn stem toe hebben we gisteren een heel leuk feestje gehad, maar vandaag begint het. Nee, moet je hard werken hier? Ja, af en toe wel. Ja, ja, ja. Ze hebben mij verteld, Joyce, dat je een klein beetje verliefd bent op de kok. Nou, dat niet echt. Nee. Ja, misschien heb ik wel een oog op hem, maar dat is niet echt verliefdheid. En als je dan echt een goede locatie zoekt waar je een terras kwijt kunt, waar je zon hebt, ook belangrijk, hè? En een mooie ruimte, ja, dan kom je aan het zoeken. Veel was te klein. Dit is wel vrij ruim, dus het was niet nooit de bedoeling om het zo groot neer te zetten, maar uiteindelijk ben ik er heel erg blij mee. 10 weken geleden had ik geen aannemer. Dus, en 8 weken geleden zijn we begonnen. En we zijn nu 8 weken verder, dus eigenlijk 10 weken, maar 8 weken in de bouw en het is klaar. Nou, dat is echt een heel groot compliment aan mijn aannemer gegeven, maar dat is echt heel bijzonder hoe die dat voor elkaar heeft gekregen. En je vertelde net ook al dat je heel graag op de televisie wou. Ja, dat was mijn wens ook. Ja, ja. We zijn 6 dagen in de week geopend en de koopzondag 1 keer in de maand. En we zijn op maandag van 12 tot 5 geopend en de rest van de dagen zijn we van 9:30 tot 5 geopend. Nou ja, ik zie vooral dat mensen zich op de, en dat hoor ik ook, heel erg op zijn gemak voelen door de sfeer. We hebben een akoestisch plafond erin laten spuiten voor de klank, want we zitten bijna 5 hoog met dit pand. En dat ervaren mensen heel fijn, want je hoort ook de muziek een klein beetje op de achtergrond. Je hoort mensen wel praten, maar het is niet storend en dat is ook belangrijk voor onze medewerkers, hè. Maar ik ben heel erg trots. Ik ben ook heel erg trots dat wij als een van de enigen in de horeca een invalide toilet hebben, die voor iedereen toegankelijk is. Maar ja, vanaf nu ben je gewoon een hele bekende Nederlander in Almelo, Joyce. Ja, dat klopt. Ja, ja. En hoe voelt dat? Ja, leuk. Ja. Ja, en is nu je pauze niet een beetje voorbij, Joyce? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik merk het doorwerken eigenlijk. Ja.